Je bent op Urk geboren, toch? Ja, dat klopt. Hoe was het hier vroeger? Ja, vroeger was dit een hele levende haven en dan was het ook vissers. Het was een eiland natuurlijk. Mm-hmm. Urk is later ingepolderd, maar er was heel veel. Men moest leven van de visserij. Dit is een historisch plankier. Ja, daar lagen al die schepen en dat was de binnenkomst van de haven van Urk. Lauwe Post is voormalig visser. Ruim 20 jaar geleden stapte hij noodgedwongen voorgoed aan wal. Ja, je bent zo van visser ben je opeens. Zit je op kantoor en de stag even wennen. Ja. Vroeger was je gewend aan hazenslaapjes, zou ik maar zo zeggen, als visser. Mm-hmm. Ja, dan moet je de hele dag achter de computer en dat was best wel even wennen. Die beslissing moet heel moeilijk zijn geweest om dan te stoppen. Ja, dat was destijds ook best moeilijk dat we moesten stoppen. En dat zie je nu ook gebeuren bij een aantal vissers die eigenlijk moeten stoppen. Dat is heel zuur en dat doet wel pijn hoor. Ja. Maar het is met u heel goed gekomen, gelukkig. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar op dat moment zag ik dat niet hoor. Nee, echt niet. Post is een bedrijf begonnen in smart fishing. Oh ja, die twee pijltjes, ja, dat zijn twee boten. Dat zijn twee boten. Dat zijn twee visserschepen. En die ene die heeft wel door zo te zien dat hij daar vis heeft gevonden. Ja, dat is de trek van Denkvis. Die komt langs dat gebied, de zuidelijke Noordzee. Hij hangt schepen vol met sensoren en koppelt daar dan data aan over temperatuur, windrichting en een heleboel andere factoren. En wat voor data kunnen jullie dan allemaal verzamelen en gebruiken om die visser te helpen? Nou, de trek van de vis bijvoorbeeld. Als we dat keer op keer en jaar op jaar monitoren, dan kunnen wij dus zien waar de migratie van de vis naartoe gaat. Helpt dat ze dan ook om minder brandstof bijvoorbeeld te gebruiken om er te komen? Ja, een skip vaart of stoomt, zo noemen we dat. Een skip stoomt naar zijn visbestek. En afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen wij dus voorspellen, joh, als je het skip bijvoorbeeld 3 graden stuurboord op ligt, dan ga je waarschijnlijk minder brandstof gebruiken, waardoor meer die reis effectiever is. En dat niet alleen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan op zee. De kwaliteit van water of noem het maar op, of de bodem. Er zijn heel veel miljoenen worden erin gestopt. Mm-hmm. En die visser die vaart gewoon om die onderzoekschepen heen. Dus wat is er voor moeite dat skippers data verzamelen en proberen te verkopen. Dus ik denk dat het op termijn dat een visser zijn data als bijvangst kan verkopen. Dus dan verkoopt hij niet alleen maar de schoen en de tong, maar ook de data van waar de populatie zitten, wat de temperatuur van het water is, dat soort dingen.